Ons citaat uit een reisboekje. Met Hoijmeijer op reis. Met Jan en ook met Gijs. Al de beschuit en lekkere dingen wensen, willen wij op reis zeer veel genoegen wensen. Lekker een dagje uit, geen banket en geen beschuit. Fijn er met z'n allen eens van tussen. Heerlijk toeren met de megabussen. Deze film gaat dus over een personeelsreisvereniging. Alfred Kooijman wil het wel eens weten wat dat precies was. En interviewt Joost Hoijmeijer, kleinzoon van de oprichter van het bedrijf. Joost, wanneer is de personeelsreisvereniging opgericht? Ja, eens kijken. De juiste datum heb ik niet kunnen achterhalen, maar ik denk zo rond 1950. Het werd gestimuleerd door de directie in de tijd om het personeel toch elkaar te leren kennen op een andere manier als op het werk. En daardoor de saamhorigheid te verhogen. En was de reis die georganiseerd werd, werd dat één keer per jaar georganiseerd of meerdere keren in het jaar? Nou, meestal was het toch één keer per jaar. Het was een eendaagse reis of een tweedaagse reis, maar dat kwam altijd na Hemelvaart. Hemelvaart was dus al een vrije dag en dan werd er een verplichte snipperdag vrijdags gehouden. En dan was het vrijdags de eendagse reis en vrijdag en zaterdag aansluitend een tweedaagse reis. Was iedereen lid van die personeelsreisvereniging? Nou, niet allemaal, maar wel heel veel. Want ja, men stond eigenlijk te trappelen om toch eens een dagje uit te gaan, want men had daar geen mogelijkheden voor in die tijd. Er waren meer bedrijven die personeelsreisverenigingen hadden opgericht. Wat maakte de personeelsreisvereniging van Hoijmeijer zo bijzonder? Ik denk toch dat het de stimulans was van de directie om met elkaar een gezellige samenzijn te hebben. En ja, men stond te trappelen om toch daaraan mee te doen. En men spaarde daar ook voor. Ja, werd het gefinancierd puur door sparen of deed je opa, dus de Hoijmeijer beschuitfabriek, ook nog een duit in de pot? Nou, dat is wel leuk, want in het personeelsblad, de BOM, dat was Blad Onze Medewerkers, daar wordt gevraagd door de personeelsvereniging, het bestuur van de personeelsvereniging, of de directie wil subsidiëren. Nou, dat was in eerste instantie een verkeerd beeld, want de directie dacht dat het voor het jubileum gold, maar voor altijd hebben ze toen toegestemd om 50 cent per week te subsidiëren. En de leden zelf moesten dan ook 50 cent per week sparen voor de tweedaagse reis en 25 cent voor de eendaagse reis. Personeel moest op tijd aanwezig zijn, want er waren voorschriften gemaakt dat ze op tijd moesten zijn, want ja, het is natuurlijk toch... Het spoorboekje ligt er niet om, ook bij zo'n reis. Hè. Iedereen moest zich daaraan houden. Ja, je had het over die wijze raadgeving. Hè. Daar was inderdaad een soort reglement opgesteld. Ik noem er gewoon eentje op uit het reglement wat ik hier voor me heb. Zorg steeds op tijd te zijn, onder andere na koffiepauzes enzovoort. Het is in ons aller belang dat we onze tijdschema aan kunnen houden. Ja. Zo zijn er nog wel meer regeltjes. Het komt een beetje kinderachtig over, maar dat was in die tijd natuurlijk wel een beetje het beleid. Hè? Ja, wijze raadgevingen, dat werd dan opgesteld door het bestuur. En een van die was bijvoorbeeld, gooi tijdens onze reis geen schillen enzovoort uit het raam. Werp afval in de doos voor in de bus. Nou, ik zie dat al gebeuren vandaag aan de dag. Maar instrumenten door het personeel meegebracht en ze vermaakten zich uitstekend, ja. En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet. En we gaan nog niet naar huis, want moeder is niet thuis. En was mijn moeder thuis, dan gingen we niet, dan gingen we niet. En was mijn moeder thuis, dan gingen we niet naar huis. Je ziet de beelden natuurlijk voorbij komen, voor mij ook wel bekende beelden, althans personen die ik nog van herken. Ja, ook familie.
Als ik de beelden zie, dan zie ik iedereen gewoon heel gemoedelijk met elkaar omgaan. Was er tijdens de reis geen verschil tussen de verstandhouding tussen chefs, directie en personeel? Nou, dat is iets wat de directie eigenlijk niet wilde. Ja, men was één. Ja? Er waren geen rangen en standen. Nee, dat wilden ze niet. Aan de andere kant denk ik wel, men zocht elkaar wel op. Hè? De directie zit ook bijvoorbeeld bij een diner, zitten ze bij elkaar. En de familie, je hebt natuurlijk ploegen die dan misschien ook elkaar wel opzochten, omdat ze elkaar al kenden. Maar het was toch juist de bedoeling in een bus, waar ook van plaats werd gewisseld, dat ze elkaar leerden kennen. Dus ook bijvoorbeeld in de draaimolen had je dus iemand die chef is van een afdeling en ook gewoon zijn personeel. Ja, die zat zou dan gewoon plezier maken. Ja, die zat dan tussen de meisjes van de inpakafdeling. Ja, inderdaad. Want tijdens de reizen mocht iedereen mee, dus de personeel mocht hij ook de partners meenemen en kinderen? Ja, er was dus, die moesten dan wel ook zelf betalen. Daar betaalde dus niet de directie de subsidie voor, maar men mocht een introducé meenemen. Ieder personeelslid mocht één introducé meenemen. Dus ja, man en vrouw mochten dan samen, al werkte de vrouw of de man, ze waren dan toch of vriend of vriendin, één introducé per personeelslid. Nu zijn we onderweg. Geen idee waar we naartoe zijn? Of herken je dit al? Voor een zwembad ook? Was dat ook een van de onderdelen tijdens zo'n busreis? Ja, we moesten natuurlijk dan wel dat zwempak meegenomen hebben. Anders kon men niet zwemmen. Het valt mij ook op dat al de dames in een rok en een jurk gekleed zijn. Dat zou van de dag naar dag natuurlijk heel anders zijn allemaal. Hoe lang heeft dit bestaan, die personeelsreisvereniging? Nou, dat is toch al heel lang. Ik denk dat, ik ben zelf ook nog werkzaam geweest. Ik was in de 67. Nou, toen is het heel lang doorgegaan. 74, ik denk wel in de jaren 80. Ja, toch wel. Minstens. Ja. Ja. We zien nu de beelden van de tweede reis. Want er zijn twee reizen in deze film. Ja. En wat opvalt is dat de bussen van de Snelle Vliet nogal prominent aanwezig zijn. Wat is het verhaal daarachter? Nou, de Snelle Vliet was natuurlijk een busonderneming die eigenlijk de zondagsrust hanteerde. En mijn opa was zeer principieel, dus die dacht deze busonderneming toch te in moeten schakelen, omdat zij dus niet op zondag reizen. Want hoeveel bussen werden er meestal ingezet? Want hoe groot was eigenlijk de groep die meeging? Nou, dat was meer dan 200 personeelsleden. Dus het zeg maar 50, misschien 40 per bus. Ik weet niet hoeveel er toen in gingen, maar zo'n 5, 6 bussen was minimaal. Kan je van de beelden die we nu zien zelf nog wat herinneren? Want nee. We zijn er bijvoorbeeld nu in het Ouderhands Dierenpark. Ja, ik ben er wel geweest, maar niet met de busreis uiteraard. Maar de Grebbeberg en dat wordt natuurlijk dan toch aangedaan. Hè? Ja, de Grebbeberg, omdat er toch wel vrij kort na de oorlog allemaal plaatsvond. Precies, de beelden die we nu zien. Ja. Je zei er net zelf dat je nog wel wat mensen herkent. Zijn het in de film veel mensen die je dan herkent? Of zeggen van we zijn toch grotendeels voor mij onbekende. Ja, ik zie dus verkoopleiders, meneer Van der Zwaan, meneer Jan Dubbeldam. Ik zie de eerste secretaresse, dat was Gerda Bergman. Ja, zo zie ik er meerdere gaan. Ook Piet van Aals, dat was een deegmaker. Toonde jouw opa ook tijdens personeelsavonden de films? Mijn opa filmde niet, het is mijn vader die filmde. Je vader? Dat deed hij eigenlijk ook wel voor het personeel zelf, want hij vertoonde ze bijvoorbeeld op de oudejaarsdag. Dan kwam het personeel bij elkaar en dan werd de film vertoond. Hier is rennen, hoeveel plezier. Ik vraag me af waar ze naartoe rennen, maar dat geeft wel een beetje aan hoe de verstandhouding is tussen personeel en eigenlijk alles. Uitbundig, hè? Uitbundig, ja. Geweldig, ja. Ja, en een goede conditie, hè? Ja, dat ook, absoluut. Ja. Ja, het is een hele gewaarwording als je dat allemaal ziet. Dat is toch weer heel anders als tegenwoordig, hè?
Was dat in die tijd bijzonder dat je de grens over ging? Ja, we kwamen niet verder als de Maasbrug, hè, zeiden ze vroeger altijd. Maar ja, wat denk je van Drielandenpunt, Vaals of de grensovergang? Ja, dat was een hele belevenis. Ja. Die uitkijktoren die we net zagen, was dat de uitkijktoren van een van die grensoverschrijdende reizen? Ja, ik weet niet precies welke dat was, maar... Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat er een uitzichttoren was bij Hoog Elten. Ja. Dat was toen de tijd een stukje Nederland of Duitsland. Ik weet niet precies wat de achterliggende gedachte daarvan van is. Ja, de personeelsbestuur die verzorgen zo'n reis natuurlijk. En ja, die zorgen dus voor allerlei evenementen. Hè? Een speeltuin zoals je ziet en ja, de grensovergang. En ja, ik zei al, Grebbeberg. Het is dus heel divers van uitgaan geweest. Heeft iedereen plezier, van stafleden tot personeelsleden. Wat waren de gevolgen uiteindelijk daarvan? Nou, ik denk dat er heel lang nagepraat is, met plezier teruggekeken kan worden op zo'n reis. Zowel door directie als de personeelsleden.